Het moment is aangebroken, Latifa. Ik zit met u in de studio. Niet voorbereid, want dat gaat niet met u. Ik kan u niet regisseren. Dat gaat niet. Het moment is aangebroken, heb ik gezegd. Sjoef, wij zijn bezig. Het moment is aangebroken, heb ik gezegd. Nee, zijn die grapjes. Oké, ik ga serieus. Wash, 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 wash. Nee. Ewa, lang geleden, Dreri, Sjoef. De vorige video ging over diversiteit. Of de video voor de vorige video ging over diversiteit. Diversiteit, 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 diversiteit. Een jaar geleden had ik een ideetje om een video te maken. Zag je mijn idee. Ik wou gewoon een video maken. En wat was het idee? Het ging over dating. Het verschil tussen allochtonen en autochtonen. Mm-hmm. En ik heb bewust die term gebruikt omdat witte mainstream media dat wilt bannen, terwijl dat hun media wit is, maar ze willen wel het woord bannen, maar de mentaliteit dat er achter wordt gehanteerd, niet. En ik denk dat die twee hand in hand moeten gaan. Mm-hmm. Hand in hand, zoals een koppel. Dat je juist begint te daten, of niet? Mm. Voilà. Fashion! De datingvideo die we vorig jaar gemaakt hebben. Hallo, ik ben Latifa en ik heb me altijd afgevraagd wat het verschil is in daten tussen autochtonen en allochtonen. Dus dacht ik, we vragen het gewoon aan de daters en datesters op straat. Goh, ik denk niet dat er zo'n groot verschil gaat zijn. Sowieso een groot verschil. Ja? Sowieso wel een groot verschil. Goh, ik denk dat referentiekaders heel hard verschillen. Dat zou ik niet weten op zich. Ik heb het zelf nog nooit niet geprobeerd om zoiets mee te een zwoele Zuiderse griet. Ik denk net dat bij ons een beetje strikter is. Of wij zijn meer gereserveerd qua daten. Autochtonen, ja. Die doen wat ze willen. En wanneer ze het willen. Ja. Maar wij doen dat gewoon mee op een halve manier. Dus meer met de toestemming van de ouders dan eigenlijk. Oké. Okay. En ze dat bij haar papa moeten gaan aankloppen om te vragen of dat je dat bij haar nog deed? Nee? De Belgische meisjes die hebben zo een koude mentaliteit. En die zijn zo... Zo meer zo teruggedijst. En de buitenlandse meisjes, die zijn... All the way! Yes! Wat denk je dat de reactie van je ouders had? Zou het geweest zijn een andere afkomst afkomen? Die hebben dat liefst niet. Ja? Ja, dat is jammer, want als die echt voor elkaar gemaakt zijn, dan is dat heel jammer dat je ouders er ook niet achter staan en zo. En dat is wel heel spijtig. Jij denkt van dat er geen verschillen zijn, maar zij denken daar misschien anders over. Ja, die denken daar anders over. Lekker poepje van een smurf. Als jij date, op welke manier doe jij dat? Ja, zo een beetje optuiten en dan weggaan. Hè? Ja, het liefste wordt dat niet gedaan totdat eigenlijk iemand je hand komt vragen. Dus, en dan op voorhand leert je die zelf dan niet kennen of zo? Dus dan is dat echt nee, gewoon... maar je zult wel de kans krijgen om hem te leren kennen. Meestal de cinema of zo. Jeugdclub, weekendjes. Dat was in de Panos. Ja. Ja. Een broodje tonijn, pikant. Ja. Bon, dat was de datingvideo. Die video heeft ervoor gezorgd dat ik het allochtoon-autochtoon gegeven een keer wou bespreken. Ik heb de kijker vorige keer twee vragen meegegeven. Wie niet kan volgen, spoel even terug. Diversiteit. Wat vinden jullie van de benaming allochtoon? Een belediging of kan gebruikt worden in de juiste context? Als het woord geband wordt, de mentaliteit erachter... Wordt die ook geband? Redouin zegt, die twee vragen interesseren mij niet. En die Latifa is niet grappig. Ja, maar dat is Redouin zijn volste recht dat hij zoiets heeft en dat interesseert mij niet. Want Redouin vindt hij ook niet grappig. Ja, ik weet dat, ik heb ervan gehoord, jong. Maar ik heb er echt niet van geslapen. Toon zegt, als ik weet dat iemand er aanstoot aan neemt, zal ik het woord proberen te vermijden. Maar ik begrijp niet goed waarom. Is autochtoon dan ook verboden? Of kan dat nog? Kunt je autochtoon ook verbieden als je zegt allochtoon schrappen? Je kunt die twee met elkaar absoluut niet vergelijken. Het woord allochtoon wordt altijd geassocieerd met iets negatiefs. Het woord autochtoon niet. Als we het hebben over allochtone ouders dat niet betrokken zijn bij hun kinderen, niet participeren. Als we het hebben over allochtonen, dan hebben ze rellen gepleegd in Molenbeek of in Borgerhout. Allochtonen dat dan wel iets hebben bereikt, dan zijn dat ineens geen allochtonen meer. Zoals Nadil El Arbi en Bilal El Fellah. Jullie kunnen dat trouwens allemaal gaan googlen. Belgen hebben het... hoe zeiden ze dat? Gemaakt in Hollywood. Mm-hmm. Oké, okay, dan zijn dat ineens geen allochtonen meer. Sidi El Arbi, directeur van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Belg heeft de choreografie verzorgd van Beyoncé. Mm-hmm.
voetballers van hetzelfde. Dat worden dat ineens Belgen of Vlamingen. Liefst dat eerste, liever dat eerste dan dat tweede. Maar dat is waarom liever Belgisch dan Vlaams? Omdat de Vlaamse identiteit, dat is iets waar dat iedereen zo hard op zit te hameren en zo hard wil creëren, maar dat is een identiteit die nooit heeft bestaan. Dat is gewoon, ze zeggen altijd, we willen terug naar onze normen en waarden, we willen terug naar die identiteit, bla bla bla, maar dat is iets dat nooit heeft bestaan, dat is een constructie. Dat is een theoretische constructie. Een Vlaming heeft dus nooit bestaan. De normen en waarden waar dat Vlamingen het over hebben, dat hen zogezegd Vlamingen zouden maken, die hebben inderdaad nooit niet bestaan. Want als je dan zegt, ja, we zijn dan de normen en waarden van Vlamingen. Respect hebben voor iedereen, op tijd komen, je vuilnis sorteren, de taal spreken, ja, dat maakt van u geen Vlamingen. Mm-hmm. Ik denk dat dat universele waarden zijn. Dat zijn geen zaken die van u een Vlaming maken. Hè. Je kunt het bijvoorbeeld niet vergelijken met bijvoorbeeld het Marokkanen, maar daarbij de Berbers. Berbers, is dat ook geen constructie dan? Nee. Nee? De Berbers zijn de echte Marokkanen. Oké. Okay. Zijn de echte, dat is gelijk met Indianen in Amerika, dat zijn echt de Native Americans. Oké. Okay. En de Imazighen, de Berbers zijn ook de Native Moroccans. Oké, okay, next one. Mr. YouTube zegt, ik zeg u eerlijk broer, het is maar een woord. En iedereen dat er een probleem van maakt, heeft in feite een probleem met zichzelf. Een goed voorbeeld ervan is het N-woord in hiphopmuziek. Ja, oké, daar wil ik even wel iets over zeggen, over die hiphop enzovoort. Dat is altijd het excuus dat white people gebruiken. Ja, maar ze gebruiken dat N-woord toch ook in hun eigen muziek. Ja, omdat ze gebruiken dat onderling. En als ze daar zin in hebben om dat onderling te gebruiken, is dat oké. Maar wij, dus people dat niet donkerder gekleurd zijn, hè? Gelijk jij en ik, wij mogen dat ook niet gebruiken. Dat is echt niet oké. Waarom? Want wij zijn geprivilegeerd. Mm-hmm. Wij dragen die huidskleur niet. Wij dragen niet de bagage. Wij dragen niet de struggle dat zwarte mensen, dat black people met zich meedragen, om te zeggen van ja, maar die gebruiken dat onderling ook, dus ik mag dat ook. Nee, wij zijn geprivilegeerd, punt. En wanneer dat je een bepaald privilege met je meedraagt, dan moet je daar rekening mee houden. Oké, next one. Hakim zegt, schrap de woorden en de logica achter de woorden allochtoon, autochtoon. Voilà. Gewoon schrappen. Ik zeg het, ik blijf het raar vinden. Gewoon. Je moet ook kijken naar de eerste generatie, de reden waarmee dat die naar hier zijn gekomen, met wat dat die zich die tijd bezighielden enzovoort. Dat zijn niet de zaken waarmee dat wij vandaag ons bezighouden. Mm-hmm. Jean-Marie de Dekker die heeft ooit eens een boek geschreven. En in dat boek had hij heel duidelijk gezegd van met de eerste generatie is er eigenlijk geen probleem. Het is eigenlijk de tweede en de derde generatie die dat daarna is gekomen waarmee dat er een probleem is. De eerste generatie, daar had je geen probleem mee. Die waren laag geschoold. Die werden betaald voor 8 uur werken, terwijl ze er 14 uur zaten te kloppen. Die kropen helemaal duizenden meters onder de grond om voor u steenkool te gaan halen dat jij je voetjes thuis kunt verwarmen. Hm? Die deden al het werk dat jullie niet wouden doen. Die werden voor trotsten van de straat uitgemaakt. Die waren onderdanig en die deden gewoon wat jullie zeiden. Natuurlijk hadden we problemen met die generaties die daarna komen. Want die laten zich niet uitbuiten. Die kennen hun rechten en hun plichten ook. Mm-hmm. En ze willen dat die rechten en plichten dat dat hand in hand gaat. Mm-hmm. Je komt je plichten na, oké, akkoord, geen probleem. Maar geef mij dan ook mijn rechten. En als ik die niet krijg, dan ga ik die opeisen. En dat is iets dat de eerste generatie niet deed. Mm-hmm. En daarom dat de tweede en derde generatie en alle generaties dat daarna zullen komen, als een probleem zullen gezien worden. Omdat die niet meer onderdanig zijn aan white privilege. Dat is ineens alles in een notendopje. Oké, next one. Er zijn heel veel reacties binnengekomen, maar we hebben dan ook zo'n beetje proberen degene eruit te pakken die voor een breed publiek iets kunnen betekenen. Maar in het algemeen kwam het bekend allemaal op hetzelfde neer. Maar ook privé in... Juist privé-reacties, die heb ik binnengehad. Wat betreft sommige uitspraken. Mensen voelden zich soms aangesproken. En dan, ze vonden het de max, maar ze vroegen zich af of ze zich aangesproken moesten voelen. Als je je eigen aangesproken voelt, wil dat dan zeggen dat ik een gevoelige snaar heb geraakt? Want ik heb heel algemeen gepraat, ik heb het kindje geen naam gegeven. Als je iemand beledigt in een ander taal, die persoon begrijpt dat niet, dat raakt hem niet. Maar je hebt mij begrepen en het raakt u. Snap je? Ik heb vooral mensen laten nadenken op het gebied van, wat als het mijn job niet was? Zou ik er dan om geven, diversiteit? Ja of nee? Als je dan ook kijkt, dan...
dan start men diversiteitsprojecten op. En dan zitten ze daar, oké, we hebben een project rond diversiteit. En als je dan wordt gevraagd, dan ga je kijken. Dan kijk je zo rond die tafel. Zie je daar allemaal witte mensen? Gaan jullie een project leiden rond diversiteit? Jullie kennen die leefwereld niet. Jullie weten begottogarmkes niet waar je zelfs nog maar moet starten. En als ze dan werken rond die diversiteit en je zit daar dan bij als een persoon met een andere etnische achtergrond of een andere culturele bagage en je brengt dan een bepaalde input, dan willen ze die niet. Of dan willen ze die wel, maar dan gaan ze er zodanig al die gesleutelen dat dat gewoon een bounty wordt. Dat ze gewoon eigenlijk je uiterlijk nodig hebben, maar van binnen moet je gewoon wit denken. Van binnen moet je gewoon wit denken. Oké, next one. Babette zegt dat ik, een bountyvaterlijk, eigenlijk wat geaffronteerd ben. Ben ik niet echt? Ben ik minder divers? Als we dan toch niet in hokjes mogen denken, vind ik het jammer dat je dat woord zo pejoratief gebruikt. Sorry dat ik nog het een, nog het ander ben. Als wij mensen een bounty noemen, is dat verkeerd? Stoppen wij hen ook in vakjes? Een bounty, dat gaat eigenlijk over wie dat je bent en waar dat je je ja, niet naar gedraagt. Hè. Dat is zo weer heel volgens verwachtingspatronen. Maar wat dat daar eigenlijk mee wordt bedoeld, is dat je niet integreert, maar jezelf gaat assimileren. In de tijd van Malcolm X noemden men zo'n mensen house negroes. Om dat N-woord dan toch maar te gebruiken in deze context. Of bijvoorbeeld Uncle Tom. Dat zullen ook wel heel veel mensen kennen. En wij noemen dat gewoon een bounty. Je ziet bruin van buiten, maar je gedraagt je wit van binnen. Je assimileert je gewoon. Dus het leek wel grappig als je dan zo tegen mensen zegt van ja, het bounty-syndroom, om die reacties daarop te zien. Ja, Goros die weten direct hoe laat dat is. Maar de witte mensen hebben precies niet direct door dat dat bestaat. Ja, dan hebben die direct over het chocolatje. Hè? Do you know the bounty, the chocolate? Yeah. You know the chocolate, very delicious, hè? Coconut in it, I really like it. I think so. Hebt u ooit gehoord aan het bounty-syndroom? Bounty? Bounty-syndroom. Het bounty-syndroom. Ik vind een bounty, dat is een chocolatje. Wat denkt u dat het misschien kan zijn? Zo'n wilde gok. Dat je het of heel veel wilt hebben, of dat je het heel zat bent. Ah ja, iemand dat er verslaafd aan is. Met sneeuw in uw gat. Het is heel simpel, hè? Maar mensen begrijpen dat precies niet, wat dat is. Hè? Verdomme, ik krijg het ervan op mijn neupen. Hè? Nee. Nooit van gehoord? Nee. Wel van sneakers-syndroom. Het sneakers? Ja, dat is zo zacht van buiten, maar hard van binnen, zoals onze pa. Oké, back to the bounty-syndroom. Sorry. Bounty, is dat niet zo Afrikanen die zo eigenlijk white zijn? Allee, van binnen een soort van, is dat niet zoiets? Ja, toch? My girl. Ja, dus een bounty, ik zal het maar in eens uitleggen. Dat is bijvoorbeeld een Marokkaan of een Turk of een Zwarte. Dat is een Marokkaan, een Mohammed bijvoorbeeld. Huh? Die gedraagt zich als een Jan. Ja. Kent je toevallig zo'n mensen? Ja, die ene burgemeester van Rotterdam. Echt waar. Ja, en als je het hier niet ziet zitten, omdat je humoristen niet ziet zitten die een krantje maken, ja, mag ik het zo zeggen, rot toch op? Abu Talib, did you hear it? You're a bounty, bro. Dan noemen ze gewoon echt kontkrabber, echt waar. Hoe noemen ze dat? Kontkrabber. Kontkrabber. Ik geloof niet dat die personen, dat je die tegen zou moeten houden. Die moet je gewoon laten gaan. Abu Talib, je bent een kontkrabber, een bounty en een schmet. Dab. Ja, veel politici, hè. Zoals? Zo'n vrouw, Zahulovs. Zuhal-Demir? Zuhal-Demir. Ja, voilà. Aha. Ik pik niet dat u mijn partij bestempelt als racist. Want als dat zo zou zijn, dan zat ik niet in deze partij. Als dat zo was, dat Theo Franke racist was in heel haar partij, dan zat ze niet bij de N-VA. Negatieve ervaringen ook bestaan die ook reëel zijn met bepaalde bevolkingsgroepen. Vooral Berbers. Dat christenen vluchten naar Europa, dat begrijp ik. Maar moslims... Ja, moslims gaan zich toch niet kunnen aanpassen aan onze waarden en normen. Bent u trots op uw dochter? Bent u fier op uw dochter? Ableef? Doet ze het goed, uw dochter? Ja. Dat is duidelijk. Zou ze minister kunnen worden, denkt u? En integratie.
En je moet de taal kennen. En die Vlaamse nationaliteit. Bent u fier op uw dochter? Oké, we gaan het anders proberen. Doet uw dochter het goed? Just look pretty, meneer Kemal. Just look pretty. Çok güzel, çok güzel. Het zijn mooie foto's van een mooie vrouw in een mooie omgeving. Dus dat moet zeker kunnen. Maar het syndroom, hoe ga je gedragen? Ik weet het niet. Bijvoorbeeld, we hebben hier in België hebben we zo'n politica. Nadia Smirate. Eerste burgemeester van Marokkaanse afkomst in Vlaanderen, zo is het. De partij heeft mij niet strategisch op die plaats gezet omwille van mijn afkomst. Dus mijn voorstel is om die burkini in heel het land gelijkwaar te kunnen verbieden. Bon, ik heb het zo wat gehad met de bounties en vooral diversiteit. Laat me weten wat jullie ervan vonden. Stelt eventueel een paar andere onderwerpen voor en vergeet niet te abonneren. En ik zal mijn best doen om me dan meer naast mij te overtuigen om ook een YouTube-kanaal te starten. Want mensen willen veel meer dan alleen maar Snapchat. Mijn leven is Snapchat en dat blijft Snapchat voor mijn klein publiek. Nee, dat publiek moet breed gaan. Je moet een breed publiek bereiken. Dus dat wil zeggen, je moet mooi Nederlands praten. Arabisch laat dat achterwege, zodat je nooit iets meer bereiken in het leven. Je moet mooi Nederlands praten en een breed publiek bereiken. Oké? Och, Leonie, tranquil. Safi. Allah aan. Dus als je 's middags warm eet, moet je eigen dan 's avonds treffen en jezelf je warm eten niet meer geven. En waarom is er een regel voor? Ah, ik heb nu 's middags warm gegeten, dus 's avonds niet meer. De boeren hadden in de dag energie nodig om te werken en dan gaven ze die 's middags al warm eten. Heb ik gehoord.